Yoldaş olalım ikimiz. Gel dosta gidelim gönül. Haldaş olalım ikimiz. Gel dosta gidelim gönül. Kulağı zulüm sen bana, tutalım dosttan yana. Kaymak gir önden sona. Gel dosta gidelim gönül. Bu dünyaya kanmayalım, fanidir aldanmayalım. İkimiz ayrılmayalım, gel dosta gidelim gönül. Dünya değildir padişah, aç gözünü canım uyar. Olun bize yoldaş ve yar, gel dosta gidelim gönül. Bu dünyadan biz göçelim, ol dost yine uçalım. Arzu hevesten geçelim, gel dosta gidelim gönül. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan, gel dosta gidelim gönül. Gerçek aşkı görelim, Hakk'ın haberini alalım, aşık Yunus bulalım, gel dosta gidelim. Laat ons beide reisgenoot zijn. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Laat ons samen het leven delen. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Wees jij voor mij onze ogen en oren. Laat ons op weg gaan naar de vriend. Maak je van begin tot eind geen zorgen. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Laat ons niet in deze wereld geloven. Laat de vergankelijke ons niet misleiden. Laat ons niet van elkaar scheiden. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Niet deze wereld is immers eeuwig. Open je ogen en wek je ziel. Wees voor ons reisgenoot en geliefde. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Laat ons uit deze wereld vertrekken. Laat ons vliegen naar het rijk van de vriend. Laat ons uit hartstocht de aarde ontstijgen. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Eer het doodsbericht ons bereikt. Eer de dood ons in de kraag grijpt. Eer de doodsengel zijn aanval doet. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Laat ons de ware liefde aanschouwen. Laat ons het goddelijk bericht vernemen. Laat ons de minnaar Jonas vinden. Kom naar de vriend. Laat ons gaan, mijn lief. Vervolgens hebben we een hofdichter, Fakiri, uit de eerste helft van de 16e eeuw. En om u even te laten proeven dat niet alles ernst, ellende, liefde en dood was in dat Osmaanse Rijk en in de poëzie, beginnen we even met een satirische klank, satirische beschrijving. Fakiri heeft geschreven, een soort kenschets, maar uitermate satirisch, over de Arabier, de Pers, de Griek en de Turk, die natuurlijk allemaal in dat Osmaanse Rijk aanwezig waren. Oké, we beginnen met de Arabier. De Arabier is iemand die altijd en eeuwig cannabis eet, hongerig zijn harpje bespeelt en van geen ophouden leeft. Hij loopt rond met zijn bierhoopvat en verzamelt geld. Of wiggelt zand in Tartakalei in het open veld. Hij gaat langs iedere deur en zegt in zijn taal: ach heer, geef me een cent of anders een bonenmaal. De pers. Wist jij wie de persen zijn in dit wereldrijk? Zij verdoen al hun tijd met drank en jolijt. Ze zijn de leiders van een troep afvallige shiiten. Sommigen zijn shahiden, anderen haidarieten. Geen list of bedrog is hun te laag. Ze zullen alles doen en verkopen rustig hun ziel voor een kaaf en een noem.
En dan moet ik u even zeggen dat Kaaf en Noen twee letters van het Arabische alfabet zijn. Samen vormen ze het woord koe. En koen betekent verkocht. Dus ze verkopen hun ziel verkocht. Kortom, hoerenlopers. De Griek. Wist jij wat de vierde Grieken zijn op aard? Zij beoefenen de wetenschappen onvervaard. Als prozaïst of dichter doen sommigen zich voor. Een betoverende magie, daar zorgt hun charme voor. Maar zodra ze bijeenkomen om met elkaar te schetsen, besmetten ze elkaar met hun huichelachtig iets. Vuile huichelaars. Dan de Turk. Hou u vast. Wist jij hoe een Turk zich onderscheidt op een top? Hij heeft bont op zijn rug en vilt op zijn kop. Hij kent geen leerschool, nog religie of devotie. Zelfs zijn gezicht past hij niet voor de prosternatie. Zo staat hij algemeen bekend en de gelovigen bezweren. God hoede ons voor zulke boeren en ongelikte beren. Kortom, zelfkennis is een deugd, kunnen we zeggen. Maar nu komen de hofdichters in de hogere zin aan het woord. En een van de belangrijkste, of in ieder geval beroemdste, in ieder geval tijdens het Osmaanse Rijk bekend als de prins der dichters, zoals Roland Holst eens in zijn tijd dat bij ons was, in de Nederlandstalige poëzie althans. Baki leefde in de hoogtijdagen, in de Gouden Eeuw van het Osmaanse Rijk, onder Sultan Suleiman, de wetgevende of de prachtlievende, zoals hij wel wordt genoemd. En hij dichtte aan het hof van deze sultan prachtige gazelles. Namu nişane kalmadı faslı bahardan Düştü çemende belgedi rahat itibardan Esçarı bağ hırkayı tecride girdiler Hadi hazan çemende el aldı çenardan Her yandan ayağına altın alıp gelir Eşkârı vahimmet umar cuybardan Sahne-i çemende durma salınsın saba ile Azadedir nihal bugün belgü bardan Baki-i çemende hayli perişan imiş varak Benzer ki bir şikayeti var rüzgardan Herfstgazel zonder dat het woord herfst erin voorkomt. Kunst van die Osmaanse hofpoëzie was niet om volkomen origineel te zijn wat gedachten betreft, maar om met de bekende beeldspraak een nieuwe vorm te vinden. Niet zozeer een vorm, maar de beeldspraak op een nieuwe manier te gebruiken. En dat deed Baki. Taal nog teken resten er van het voorjaar schoon. Op het gras viel het blad uit de gratie van de bomen. De bomen omhingen zich met mantels in dervischkrans. De herfstwind nam op het gras de plataan bij de hand. Van alle zijden stroomt het goud toe rond de voeten van de bomen die de hulp van de beek gaarne begroeten. Laat op het gras de vandaag van blad en vrucht bevrijde twijg blijven wiegen in de ochtendlucht. Baki, op het gras zijn de bladeren de verwarring nabij, als doen zij hun beklag over de wind en het getij. Ik moet u trouwens nog even zeggen dat de ondertekening van de gedichten, of het nou gazels waren of lange kassides,
altijd in de laatste strofe plaatsvond met het naam van de dichter. Daarom weten we nu nog wie de dichters waren. Vandaar dat u altijd in die laatste strofe de naam van de dichter hoort. Nu iets heel anders. Er was namelijk ook volkspoëzie. En uit die volkspoëzie heb ik vooral iemand gekozen die de opstandige poëzie vertegenwoordigde. Namelijk Pir Sultan Abdal in de 16e eeuw. Erg bekend vanwege vooral zijn opstand. De opstand die hij leidde met duizenden en duizenden volgelingen tegen de sultans. En hij getuigt hier van zijn laatste momenten, zoals het vele opstandelingen verging. Zij werden opgehangen. Mehmet leest twee strofen om eventjes u het gevoel te geven van hoe het klinkt. Of, en de laatste. Ja. Yeşil başlı ördek göllere uçtu. Duysunlar canlar diye bizi asarlar. Bir taş oynamasın yerli yerinden. Duysunlar canlar diye bizi asarlar. Çıkardılar ağ bedenden atmaya. Şimdi indirdiler yine dahmeye. Kandırıldım, çevrildim, baktım zahmaya. Duysun canlar diye bizi asarlar. Pir Sultan Abdal'ım kaddım büküldü. Gözümün gevheri yere döküldü. Kendir kemet boğazıma takıldı. Duysun canlar diye bizi asarlar. Koppige eend vloog naar de hemel. Vrienden, laat horen dat ze ons hangen. Laat geen steen van zijn juiste plaatsen oren. Vrienden, laat horen dat ze ons hangen. Ze trokken het kleed van mijn lijf, wierpen het weg en daalden weer af naar de tombe. Bloedend draaide ik me om, bekeek de wond. Vrienden, laat horen dat ze ons hangen. Overal om ons heen hangt het vol vijgen. Ik eet ze zo graag, daarom is mijn hart gekweld. Ik ben aan handen en voeten gekluisterd. Vrienden, laat horen dat ze ons hangen. Vraag je waar ik geboren ben? In het dorp Banas. Ik wil dat het niet heel tot bloedige sifas. Al zou ik sterven, dan vergaat de wereld nog niet. Vrienden, laat horen dat ze ons hangen. Ik, Pir Sultan Abdal, werd voorovergeduwd. De parel van mijn oog werd op de grond gegooid. Het touw werd om mijn nek geknoopt. Vriend, laat horen dat ze ons hangen.